Denk je dat je heerlijk rustig kunt genieten van je tweede coronajaar? Lekker thuis pielen op die gitaar? Scoor je opeens zo'n ellendige nummer 1 hit? Moet je veel te vroeg uit bed en opdraven bij radio, tv, podia en weet ik veel waar nog meer? Ja, dat heb jij gedaan. Ja, niet normaal natuurlijk. Dan verlang je vanuit dat crisiscentrum in Overvecht terug naar die zorgeloze jeugd in Weesp. Opgevouwen was, moeder stampot. Later word ik beroemd. Ik kan me dat niet eens meer herinneren. Ja, daar is ze dan. En zij zei van, ik ga volgend jaar hier ook in staan. Ja, volgend jaar ga ik ook optreden bij Kinderen voor Kinderen. Dus ik zeg, nou, dan moet je een auditie doen, Mo, want je kan er helemaal niet zomaar in. Oh ja, maar dat ga ik dan gewoon doen. Moet je me even opgeven. Een MacBook of Canetto, maar af en toe een shirtje, dat is toch ook niet mis? Alleen dan zegt mijn moeder, zo is het wel genoeg. Doe mij maar dropjes, ja, met die kleurtjes. Ook een chocolaatje, dat gaat er best wel in. Soms gaat het mis, dan snoep ik echt te veel. Dan word ik misselijk en komt het aan mijn keel. Ja, dit is zo grappig. Ze moest ook heel boos kijken. Ik had wel verwacht dat ze iets in de muziek zou gaan doen, want dat stond ja, in mijn hoofd dan ook wel vast. Die wil echt iets in de muziek gaan doen. Maar dat ze nou per se ook echt zou gaan zingen en haar eigen nummer zou gaan zingen, dat had ik ook weer niet zien aankomen. Maar hoewel ze vroeger ook al aan het schrijven was, dan zat ze hier. Ja, maar niet zo serieus. Nee, dan was ze allemaal tekst aan het opschrijven. Zo, dat je dacht van, wat schrijf je nou op? En dat waren dan haar eigen nummers, waren dat dan. Ja. Vrijd. Een grote lach vol zilverzekerdheid. Dansend elke dag. Ik woon in Utrecht, in Overvecht. En ja, ik woon samen met mijn vriend, dus dat is heel gezellig. Ja, we hebben ook een studio, maar eigenlijk altijd zit ik gewoon in de woonkamer te schrijven. Ja, dit is een studiootje. Hier zit mijn vriend. Hij is ook muzikant, dus... gedeelde studio. Ik ben al 2 jaar samen met mijn nieuwe vriend en ben echt super gelukkig. Gisteren zat ik hier met een vriend. We hadden het over toen ik jou verliet. Al best lang geleden, toch te lang gewacht. Het gaat over een toxische relatie waar ik lang geleden heb ingezeten. En dat was best wel een heftige periode. En toen heb ik daarna, eigenlijk echt een aantal jaar pas daarna, heb ik daar een liedje over geschreven. Puur voor mezelf uit, voor, zeg maar, om te verwerken. Gewoon omdat die periode zo heftig was. En ik denk, ja, ik vond het ook altijd wel moeilijk om over te praten. Heb ik toen op een gegeven moment gewoon na een gesprek met een collegaatje een liedje over geschreven. Ja, echt in een uurtje. Ja, het was niet mijn intentie om dat liedje uit te brengen, maar toen op een gegeven moment dacht ik van oké, het is wel een goed liedje. En de mensen die om me heen, aan wie ik het wel had laten horen, die dichtbij me staan, die zeiden ook gewoon van ja, het is wel ook wel gewoon echt een heel mooi liedje. Dus misschien moet je er toch iets mee doen. En nou, toen heb ik dat toch gedaan en dat was een hele goede keuze. Hoe ik toen een meisje was, jij een vreselijke droom. Ik had mezelf het gezegd en mezelf het beloofd. Had het afgesloten, weg met verdriet. En ik zou het vergeten, maar het lukt me weer niet. Want de pijn die blijft, het zit dieper dan dat. Ik zou een moord doen, zodat ik je woorden vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan. Krijg je reacties van mensen? Ja, van heel veel mensen die zich er echt heel erg in herkennen. Dus ja, dat is wel bizar. Kinderen bijvoorbeeld van wie ouders alcoholist waren of huiselijk geweld of dat soort dingen. Dat had ik dus gewoon echt niet verwacht, omdat het zo specifiek is, dat liedje. Voor mij had ik niet verwacht dat mensen zich er zo erg in konden verplaatsen. Doordat ik er nu wel veel over praat, merk ik wel dat het ook wel makkelijker wordt en ik het ook gewoon nog veel meer een plekje kan geven. Voor het eerst aan u gegeten, mijn vriend, wat deed je daar?
Ja, sinds corona ben ik eigenlijk echt, zeg maar, gaan schrijven op de manier hoe ik nu schrijf en wat ik uitbreng onder Mo, mijn naam. Soms schrijf ik een paar liedjes per week. Soms schrijf ik een paar weken geen nieuwe liedje, omdat ik dan druk ben met andere dingen. Dus ja, dat verschilt heel erg. Ik besef me natuurlijk ook echt dat dit wat nu gebeurt met dit liedje echt een uitzondering is. En ik verwacht echt niet dat dat met mijn volgende liedjes op deze manier gaat zijn. Maar ik hoop natuurlijk wel gewoon dat ook de muziek waar ik nu mee bezig ben, dat dat ook zo goed wordt ontvangen. Of in ieder geval goed wordt ontvangen. En dat ik er gewoon van kan leven. Ja, gewoon lekker veel kan optreden. Ja, dat het gewoon op deze manier door mag gaan groeien en gaan. Sterker dan ooit. Dank jullie wel. Het is straks de hoogste tijd voor de Popprijs 2021. Wie wint hem? Maar voordat het zover is, de Kickstart Award voor aanstormend talent. Uitgereikt door NPO, Soul & Jazz, Phonics en deze van 3FM. Waar ik nu de winnaar mee mag overvallen. Hallo. Hi, Mo en Bent. Bekend gezicht. Goed, hoe gaat het met jou? Goed. Heel goed. Best wel een lekker 2021 gehad. Volgens mij gaat 2022 minstens zo goed worden. En we willen jou dan met 3FM eigenlijk bij helpen. We hebben een prijs in het leven geroepen, de Kickstart Award. Vorig jaar heeft Frauke hem gewonnen. Oh, en dit jaar denken wij dat jij het aanstormend talent van 2022 bent. Dus als duwtje in de rug, als support, willen we deze namens 3FM aan jou, Mo, aanbieden. Alsjeblieft. Ah, oh, heel erg bedankt. Yes. Woe. Gefeliciteerd. Dank je.